als mensen niks te vertellen hebben aan nieuws, dan gaat het vaak over het weer. Dan laten we het even hebben over Jan Sommersingel. Daar heb je niet echt het juiste weer bij gehad afgelopen zomer, hè? Nou ja, maar met die klanken maakt het toch wel een beetje een zomerse indruk. En het is toch 22 graden. 11 graden in de ochtend en 11 graden in de middag. Dus. We kregen mailtjes van mensen die zeiden, welk strand was het eigenlijk? Welk strand? Strand Nulde. We hebben nog gezocht, maar niet gevonden. Het lag er wel. De laatste keer dat we elkaar spraken was in Meppel. Nou ja, dat is nog niet zo heel lang geleden. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd? Jij bent op de camping geweest? Ja, we zijn op de campingtour geweest met Radio NL. Ik heb daar het beste team van de camping met 40 man heb ik bij elkaar gesprokkeld om de zeskamp te doen. Het werd de vierkamp, want anders werd het veld te lang. Maar toen zijn we gedeelde tweede plaats hebben we behaald. En helaas ook niet heel erg actief zelf mee touwtrekken en dat soort dingen. Maar het was wel een supergezellige dag. Maar als teamcaptain moet je toch ook delegeren? Jawel, maar ik wil dan ook wel even laten zien dat ik helemaal niks kan, weet je wel. Nou was het zo dat je vroeger in het winterseizoen, maar ook in het zomerseizoen, wel 3 optredens op een dag had. Je haar wordt wat grijzer, je wordt wat ouder. Is dat nog steeds het geval? Zullen we even aan een bier drukken? Nee, kijk, je moet de krachtinspanning moet je bewaren tot het moment. Ik ben overdag een beetje aan het relaxen, een beetje aan het sporten. Om even het lijf een beetje in topvorm te houden. En dan hou ik dat wel vol. Ook al ben ik 50 geworden.